Tactical Gamers, Lars hier. Welkom bij even een potje tussendoor. Wij gaan vandaag Rattler 3 spelen. En dat ga ik niet in eentje doen, dat ga ik doen tegen... mij, Vincent de Dutch Terms. De Dutch Terms, jongen. De Dutch Terms die is echt perfect geschikt om afgemaakt te worden in Rattler 3. Daar is hij echt heel goed in. Serieus. Wauw. Lars, waarom zit je dan in de room? Omdat jij... dat ik in moet loggen met het beste wachtwoord ever. Zo. Hup. Oh. Join game. Dat moest je even expres laten zien aan de kijkers. Juist. Dat het wachtwoord keep is. Nou, heel mooi. Nou, kijkers, alsjeblieft. Daar heb je het wachtwoord dat jullie wouden. En, oh, ik mag zeker weer de rules aanpassen naar 15. Ja, man. Jij mag alles aanpassen wat je wil. Random crats. En Lars, als je op ready klikt, gaan we beginnen. Oh, ik had net op ready geklikt. Hebben we het op een veranderen? Nee. Oké. Okay. Zo. Oké. Begin. 5. Jij bent? 4. Ik heb nu voor... de US Marine. Oh yeah. They will be crushed by Russia. Succes. Ik weet nu een beetje hoe deze gebeuren werkt. Ja, dat heb ik ook wel het idee. Jij hebt heel veel mannetjes, heb jij heel vaak. Ja, maar ik dacht, weet je, dat was een slimme tactiek om er vol in te gaan. Maar ja, die tanks die bleven zo lang staan dat ik gewoon niet iets tegen kon doen. Dat is gewoon een beetje overweldigend. Ik denk dat ik een overkill wil maken. Ja, dat gebeurt heel vaak. Heel vaak. Ik heb deze game echt sinds 2008 niet meer gespeeld ofzo. Maar jij zei dat hij op Steam heel goedkoop was. Dus ik zei, hey man, kopen jongen. Kopen zwa. Ja man, het is hartstikke goedkoop. Gaan we lekker kopen jongen met z'n allen. Maak ik jou in met die doekoe shit? Waarschijnlijk wel, ja. Oké, nu ben ik wel slim bezig met bouwen. Ready for the collection. Ik weet nu precies exact wat ik doen moet. Building. Moet dat mij een beetje geruststellen of? Moa, enigszins of een beetje beangstigen zou kunnen. Dat is ook nog een mogelijkheid, ja. Ik ga niet al te veel verklappen, Viddy. Oh, vind ik prima. Ready for the collection. Ik ga proberen om... Building. Ja, ik heb een idee. Een tactiek. Oh. Ultimate tactiek of ultimate Russian doom ga ik inzetten. Nu al? Ja joh, waarschijnlijk roept iedereen in de comments ondertussen al Lars, Vincent, noobs. Maar dat maakt niet uit, want dit is de ultimate Russian technique of Russian doom. Ja, ik geloof het helemaal. Dat is een secret mission is dat. Dat komt helemaal in orde. Oh my god, er ligt een kistje in mijn ding. Construction complete. Kan hem alleen niet pakken. Construction options. Construction complete. Hey, spioneren. Hey, ja, dat ziet er leuk uit, Lars. Ga bij je moer spioneren. Ja, hallo, ik moet er even kijken wat jij allemaal aan het doen bent. Building. Ja, hé, nee, maar zo werkt het niet. Building. Daar zijn regels voor, hè. Ja, hallo, maar dat mag, hè. Dat mag. Doe, wie denk je dat je bent? Edward Snowden of zo? Wat is dat? Min of meer, op zijn minst. Op zijn minst. Als een broer. Oké. Edward Senny, ben jij. Ik denk dat het wel leuk gaat worden nu zo. Ik hoop het voor je. Ja, ik hoop het voor jou, laat ik het zo zeggen. Oh, my unit is ranked up. Cool. Prepare to die. Cool, ben benieuwd wat jij already ready red ups heeft. Oh yeah. Building. Oh, er ligt geld in mijn kamp, ik wil hebben. Nu al? Ja joh, gaat het geld. Ongelooflijk dat, hè. Dat jij dat weer... Ja, dat kan alleen maar één iemand krijgen hier. Oh, en dan nog eentje. Ja hoor, is altijd een Lars die dat krijgt. Gratis geld, jongen. Construction. Dus net YouTube video's maken, dus ook gratis geld. Dus ook niks te doen. Gratis geld, overal. Dit belooft niks goeds. Wat, ga je dood? Nee, ik bedoel het gewoon goed voor jou, hè. Okay. Ik bedoel het goed voor jou. Ik wil aardig zijn. Ik wil niet dat we ruzie straks krijgen naar het eind van de opnames en dan... dat jij met je Russische maffia naar mij toe komt. Kijk eens even, hoor. Cool. Oh, dat klinkt wel heel cool, wil ik eerlijk even eens zijn. Wat? Nou, dat je weet waar ik woon. Dat weet ik, ja. Oeh, nu worden dingen leuk. Kom ik even bij langs. Gezellig op de koffie. Oh, gezellig. Wat, koekje erbij of niet? Een stroopwafel minimaal, anders hoeft het niet. Een stroopwafel minimaal, anders hoeft het. Ja, een lekkere warme stroopwafel. Kan dat geregeld worden? Maar op zijn minst denk ik het wel. Dat is best lekker, stroopwafel uit de magnetron, serieus. Ja, dat is echt lekker, hè? Want dan is dat stroop zo gesmolten, weet je wel. Lekker. Helemaal mee eens. Maar mensen die weten dat ze dingen niet... Oh, daar ligt hier ook gratis geld. Jee, maar gewoon moet je allemaal met dat gratis geld, man? Uitgeven aan die tata shit. Oké, prima. Ik heb een... Hey, Lars! Hoi!
kom even de dingetjes lopen hier, mag wel, hè? Ja, doe je ding. Doe waar je je prettig onder voelt. Jou vernietigen, dat voel ik me helemaal geweldig onder. Ja, toch lullig dat je er nog niet bent, Lars. Waar? Nou, bij mij. Wil je gezellig bij jou zijn? Ik had toch op zijn minst wel verwacht dat je wat zou gaan doen, ja. Nee, dat komt vanzelf, jongen. Alles op zijn tijd. Oh, kikisam. Ik heb toch veel geld om uit te geven. Ik weet niet wat ik dan maar uit moet geven. Construction complete. Misschien kan je je poppencollectie uitbreiden. Nog meer geld in mijn tuin. Oh. Meen je die? Hoe kom jij zoveel geld, man? Ja, het ligt hier allemaal op voor het oprapen. Ik kan er ook niks aan doen. Allemaal gratis geld hier. Het spoelt zomaar aan. Jemig. Ongelooflijk. Building. Serieus, zou je gebeuren? Zomaar over geld. Oh, mijn mannetje loopt een palmboom omver. Construction. Oh, dan zou je Greenpeace horen binnenkort. Hé, wat zie ik nou gebeuren daar? Waar? Construction. Weet ik niet, een kernreactie? Iets? Kernreactie? Ja, Iron Curtain, wat de fuck is dat? Iron Curtain, daar worden ze korte tijd onsterfelijk van. Ah. Een soort ultimate armor. Kan je schieten wat je wil, doet het niks. Sickle Patrol. I will patrol the area. Ik heb echt te veel geld. Wat de fuck moet ik er allemaal mee? Building. I really don't know, bro. Armageddon is here. Polymer cannon is ready. Okay. Let's kill them all. Waarom kan ik fucking jouw ding niet aanvallen? Omdat je te ver weg zit. Echt? Ja. Oh, die dingen. Ja, gezellig. Ja, waarom kunnen die niet aanvallen? Nou, dat voer ik me dus net tijdens een oefenpotje ook af. Ik ben op een manier wilde die niet schieten. Wat? Ik loop de hele tijd te schieten en dan doet dat ding niks. Nice. Geef wel maar wel mooi even de tijd om een aantal vlekkennis neer te zetten. Ja, dat geloof ik. Even kijken. Soviet power is supreme. Jemig, hoe kom jij helemaal aan dat soort dingen, joh? Ik kom daar niet eens. Je gaat scheld. Jij nou op het ding gegooid, heb je op het ding gebombardeerd. Nee joh, dat was iets kleins. Zie dat als een... Dat was mijn Iron Curtain, bitch. Zie dat als een liefdadigheidscadeautje. Oh, dat was het. Mhm. Dat was alles bedoeld. Ja, je hoeft je niet druk te maken, joh. Kom wel goed. Dan doe ik dat ook niet. Even kijken. Orbital drop ready. Ik zou echt niet weten hoe dit allemaal werkt. Orbital drop is ready. Ben ik nou echt gewoon zo noob dat ik echt gewoon weer zit te kijken van herpaderp, hoe werkt dit? Waarschijnlijk wel, ja. Maar dat is niet erg, Vincent. Iedereen wordt best een beetje derp. Oh, je hebt ook echt die oil derp overgenomen. Wat een bitch ben jij. Ah, sorry, ik moet toch iets. Zo, deze sturen daarheen. Ik weet nog steeds niet hoe ik dingen smaak aan voertuigen zoals jou. Op het voertuigentapje klikken. Ja, maar die heb ik nog niet. Dan moet je een war factory bouwen. Die heb ik niet eens. Jawel. Ik heb een power plant, een bootcamp, een ore refinery, een armor facility. Nou, dan moet je die hebben, een armor facility. Ah, oké, prima. Uh-oh, ja hoor, komt Lars weer met zo'n honky tonky town race. Maar mannetjes vinden het leuk om mannetjes plat te rijden. Kunnen ze niks aan doen? Daar hebben ze gewoon echt een item naar. Zo, het zijn net bowlingpins die hier allemaal omrijden. They will run in fear. Run in fear, you know itself. Ready. Their end draws near. A unit is under attack. Select target. Iron cannon deployed. Wait a ding. Iron curtain deployed. Time. Be patient. Vincent, are you ready to die? Nu al? Of course, ik heb hem waarschijnlijk iets te vroeg ingezet. Ik ben een beetje bang voor. Enemy units detected. Annihilating. Nu al, pas. Shit, heb ik geen genoeg stroom meer. Ik zal even het gebouw van je kapot schieten. Dan heb je er geen kleine last meer van. Select target. Ik heb nog een satelliet liggen die ik niet meer kan gebruiken. Ik zal hem wel even op je dak gooien, wacht even. A unit is under attack. Die satelliet deed toch niks. Zonder van de satelliet. Hè? They cannot be stopped. Oh, je hebt ook echt je dingen erachter gezet. Wat? Je power plant. Ja, zo kan ik met die vliegtuigen niet aanvallen. Ik vlieg gewoon boven jou nu. We know they
Zijn dat MIGs of zo? Ik weet niet precies wat die dingen doen. Kan ik ook geen kamikaze aanvallen doen of zo? Nee, dat konden alleen de Japanners. Jongen. Ze kunnen wel leuk in de lucht blijven zonder haven. Dat is wel leuk. Oh, Lars, van harte gefeliciteerd. Het is knap dat je weer wint. En op precies dezelfde manier als de vorige keer. Oh shit, ja. Nou! Van die Arwen Rocket Buggies. Die zijn fucking sterk tegen mij. Maar niet sterk genoeg. Oh, ongelooflijk fucking dit, man. Echt. Zelfde manier. Zelfde stijl. Ja, ik moet wat tegen die stomme tanken van je doen. Weet je wat? Ik ga ook gewoon lekker Rusland zijn, zo. Ik ga jou afmaken met Rusland. Ja, dan geef jou gewoon een extra kansje. Fuck jou. Oh, damn. Je loopt eerst de boel je te vernachelen. Oh, je pakt alles. Vind je gebouw een stukje kapot schieten? Dat je nee! Even... Nee! Nou, klein stukje eraf. Hey! Die oortrack heb je ook niet nodig. Hé, hey, dat hebben we niet afgesproken. Ja, nu heb ik geen geld meer om dingen te bouwen. Ja, misschien moet je je spullen verkopen, Vincent. En mijn vliegtuig blijft daar een beetje herp te durpen. Kan je die vliegtuigen niet verkopen? Ja, hoe dan? Weet ik niet, mijn vliegveld. Oh, wacht, die kan je niet betalen. Oh, wacht eventjes. Dat is het. Ja, hoe zou mijn vliegveld ook weer kapot zijn? Nou, geen idee. Ja, ik heb ook echt geen idee. Wat vreemd in één keer zo allemaal. Zo in één keer bam, in één keer kapot. Ja. Wat raar. Dat hoort toch helemaal niet? Ik zou niet weten wie dat gedaan heeft. Als ik hem tegenkom, zou ik hem echt slaan. Wat doe je, ja, ik weet wel waar hij woont. Hoe vind je die? Weet je waar zijn huis woont, jongen? Ik weet waar zijn huis is. Waar is zijn huis dan? Mijn game is er vast. Oh, mijn ook. Disconnect. Wat de hel? Staat jou nou ook vast? Ja. Oh, doe het weer. Oh, hij doet het weer. Oh, paniek. Anders had ik gewoon gewonnen. Ja, tuurlijk. Ik moet toch iets verdenken, Lars? Ja, tuurlijk. Dan had ik jou tot winnaar uitgeroepen. Vind ik wel. Ja, hè? Ja, hoor. Ja, vind ik ook goed. No props whatsoever there. Sickle here. Even kijken of er thuis nog wat te beleven is. Enemy units detected. Enemy units detected? Waar? Weet niet. Bitches. Building. Iets anders lopen slopen. Niet mijn gebouwen. Sst. Als je me nou heel rustig even een kwartier lang wat laat doen. Dan kom ik straks met een hele harde comeback, oké? Okay? Is goed. Dan ga ik je helemaal afslachten. Uh-oh. En dan toon ik geen granade, hoe vind je die? Dat vind ik een hoop bravoure voor zo'n mannetje de testhalve basis kwijtgeraakt. Weet je wat jij nu lijkt? Jij lijkt nu op Noord-Korea. Ze kunnen geen deuk in een pakje boter slaan, maar ondertussen wel bah, roepen. Nou, dankjewel Lars. Dank je. Ik vind je heel aardig. Ja, graag gedaan. Ik vind jou niet aardig. Oh, dat is wat minder. Oeh, promotie. Thanks, buddy. Vacuum imploder ready. Orbital dump ready. Orbital dump is ready. I will take a huge orbital dump straight on your head. Any base detected. Hoe kom jij aan al die iron curtain en vacuum shit allemaal spul dan? Dat is Russische zooi. Ik kan alleen de Russen. Wie heeft de kernwapens hier dan? Niemand. Oh, Lukens! Hoi, vacuum imploders! What the fuck is that? I will suck you dry, bitch. What the fuck is dat? Dat is mijn superstofzuiger. Dat hadden we niet afgesproken, hè? Nee, klopt. Het zou helemaal mooi zijn als oma Adolf even naar Amerika zou bellen en zeggen van... Hallo, ik mocht alles terugpakken, wat de hel? Ja, Lars, dit hebben we niet afgesproken. Nooit de woorden van een machtige staat geloven, Vincent. Nooit doen. Nou ja, zeg. Nooit de Russen geloven, echt niet. Nee, ik heb het door. Die gasten die liegen altijd helemaal... Ik verklaar vanaf nu de oorlog aan Rusland, hoe vind je? Oh, dat vind ik heel dapper van je. Ik denk dat Poetin ook heel erg onder de indruk van je zal zijn. Dat denk ik ook. Dat hier, denk ik. Nog een satelliet op je dak. Hier, lekker. Whee! Oh, twee satellieten deze keer zelfs. Kan niet op. Kijk dan, die vliegtuigen kunnen geen flukkenduk. Ik zit boven jou gewoon heerlijk te moongliden. Watch your own destruction, bitch. Oh, wow, Jan Tank heeft gewoon al een 5 ster. Oh, allebei hebben ze al een ster. Ja, joh. Die andere heeft 2 strepen, die is niet zo goed. Verkoop de handel. Ga ervoor, hoe doe je dat? Met het dollartekentje naast repareerknop. Oh, ik zie hem. Oh!
Nee, hel, Lars, je bent veel te goed, man. Dank u. Dutch Terms has been defeated. Nou, maar hij heeft zich dapper gedragen. Vind ik wel. Waarom ging ik shit, jij ging goed, man. Ja. Maar dat zijn units. Jij koopt units, jij koopt geen structures op een of andere manier. Ja, maar wat zijn structures? Ja, gebouwen. Oh. Resources, nou, daar hebben we ook de hele tijd gelijk gelopen. Het zijn die units die jij koopt, die zijn niet sterk genoeg. Jij koopt heel veel mannetjes en die zijn echt zo plat te rijden. Ja, jij wel met je gigantische tank. Wel, dat was mijn super tank met dubbele kanonnen, jongen. Wauw. Ik kan heel goed schieten. Hey, Franco Gamers, als jullie nou nog eens even een groen duimpje voor me achterlieten en nog eens even in de beschrijving zouden kijken, daar staat het kanaal van Vincent. @TheDutchTerms of gewoon TheDutchTerms, wat is het? TheDutchTerms. Als jullie daar ook eens even zouden abonneren, dan zou ik super blij zijn. En Vincent zou misschien ietsje minder verdrietig zijn, denk ik. Ja, vooral dat laatste. Ja, maak Vincent blij. Abonneer ook even op TheDutchTerms. En ik zie jullie de volgende keer weer terug, hier bij een andere match, met meer Rattler 3, hier op Vaco Games. Mazzel!